Ja, we halen ze maar voorzichtig uit de kasten, die ramen. Want als er de koningin tussen de ramen en het hout terechtkomt en je plet hem, dan kunnen we nog een uur zoeken voordat we hem hebben. Dan komt hij dus nooit meer eruit. Omdat het oude kasten zijn, zit er aardig wat propolis en alles in. Dus wordt het ook niet ruimer om daar goed in te zoeken. En, nou ja, afijn. Het is in de schepping ook overal hetzelfde. Alhoewel de dieren vaak nog positiever zijn dan de mensen, hoor. Dat is wel zo. Dat is mijn gevoel tenminste bij die beestjes. Als wij de kast nou zometeen dicht doen, dan blijven ze niet de hele dag zagrijnen dat wij geweest zijn. Maar dan gaan ze weer rustig aan het werk. Ze moeten wel, want als we de koningin eruit gehaald hebben, ja, dan hebben ze een probleem. Dan moeten ze dan toch met elkaar op gaan lossen. En ik hoop dat Jana Liam vindt. Hoeveel heb jij er al gevonden vandaag? Je had er al 2, geloof ik, hè? Nee, 1. Oh. Nou, dan staan we gelijk. Van de vocht vliegen ze nu. Jongen, de rust is weer gekeerd, of niet? Sorry? Die vervelende bijen, die zijn vertrokken. Ik heb geen last meer van. Nou, zo zat. Daar moeten ze het maar mee doen. Zit er een in? Gewoon doodkniep. Oh, hier heb ik hem. Nou, mooi. Ik heb hem. Ja. Het is niet zo'n heel mooi raambroed, maar... Als ik die andere pakken, ja, ik doe hem er eventjes af. Even kijken, hoor. Even aan de kant weer gaan, mevrouw. Zo. Is het vlieg dicht? Ja, oké. Okay. Zet hem maar op de... Slag eerst deze erin en dan krijg je zo meteen een raambroed. Kijk, dan hangt dit erbij. Dat vind ik veel mooier, hè? Een beetje met gesloten broed en zo. Dan, ja, dan groeit hij sneller bij. Daar ligt nog een kleedje op de grond. Ik kan hier bovenin zitten, want hier zit geen moerrooster. Dat hij blijft liggen, hè? Steekt hij? Dan moet je ze verbieden, hè? Moet je zeggen, dat is niet toegestaan. Heb jij ze wel toegestaan? Zeg, heb je ze wel toegestaan om erin te kruipen? Ja. Ik ga deze doen. Ja, je kan in die honingkamer even kijken. Ik weet niet of daar wat in zit. Leggen we deze er wel even op. Ja, of die, ja. Ja. Dus wijs in. En dan probeer je daar eerst maar bij aan te sluiten. En later te doen zoals... je dan weet wat de consequenties zijn. Hare Majesteit, waar ben je?
klonk deze erg rustig, hè? Zo. Nou, dan nemen we de kastjes maar mee. Niet blijf haken. He, met al die uithangsels. Ja, dat is natuurbouw, hè? Ja. Hey, maar mag dat in de honingkamer wel? Ja, in de honingkamer mag. Oké, maar daar leg je geen moerooster, dus de kans dat daar broed in komt is ook aanwezig. Ja. Ik ben er nog niet door, hoor. Dus er zit hier nog volle broed in, dus het kan best zijn dat ze hier nog loopt.